Rijkswaterstaat vindt dat ze niets hebben verzwegen rond de problematisch verlopen verbouwing van het kantoorpand Westdraven in Utrecht. Dat zegt de Rijksdienst tegen RTV Utrecht. 12 jaar lang hebben we Rijkswaterstaat gevraagd een interview te geven over onder andere de lekke vijver. Werd al die tijd geweigerd. Tot vandaag. Dit is hem, de vijver zoals hij er nu bij ligt bij het gebouw langs de A12. Pas een jaar zit er water in, want sinds 2009 stond hij droog. Al die tijd wilde RTV Utrecht weten waarom. Maar Rijkswaterstaat weigerde voor de camera te komen. Via de telefoon lieten ze weten dat het door ongewenste algengroei komt. Dat bleek maar ten dele waar. Het ding was feitelijk zo lek als een mandje. Maar het Rijk praat niet over lekkages, maar alleen over het algenprobleem. Omdat het algenprobleem is de oorzaak dat wij hier nu staan en dat we deze vijver hebben moeten herstellen. Was die lek? In 2011 was die lek. Ja, 2020 was die lek? 2020 was die ook lek. Heeft u de opdracht gegeven aan een architect om een lekke vijver te herstellen? Ja, tuurlijk, want hij was lek. En waarom heeft u tegen mij dan niet gezegd dat die lek was? Omdat u vroeg naar de problematiek van de vijver en die is ontstaan door het algenprobleem. Nee, het probleem was dat die lek was. Het probleem was het algenprobleem, daar is het mee begonnen. Dat de vijver lek was, is dus 10 jaar lang verzwegen. Nee, dat is dus niet, dat is geen verzwijgen. Ze hebben het tegen bij de kern van de zaak gehouden voor zover zij dat kunnen overzien. De vijver kostte oorspronkelijk 300.000 euro. Jarenlang maakten het Rijksvastgoedbedrijf en Rijkswaterstaat ruzie met de aannemers wie de kosten van de lekke vijver zouden moeten betalen. De oorspronkelijke vijver heeft 3 ton gekost. Het repareren heeft 3 miljoen gekost. Ja, reparatiekosten zijn uitgesmeerd over vele jaren, dat weet ik. Het heeft ook een diepgaand onderzoek gevergd voordat men zover was. Niet alleen met de vijver waren er problemen na de verbouwingen in 2008. Ook met de gevel was veel mis. Geveldoeken en een deel van de ramen zijn inmiddels vervangen. Dat kostte een slordige 1,6 miljoen euro. En dan waren er nog 20 andere grote gebreken na de verbouwing. Alles bij elkaar heeft dat de belastingbetaler 8 miljoen euro gekost. Zoals ik heb gezegd, hebben we niet kunnen aantonen wie er hoofdverantwoordelijk is. En of er dus fouten zijn gemaakt die verwijtbaar zijn. We gaan hierover verder met verslaggever Mark van Rossum. Mark, jij bent hier jarenlang mee bezig geweest. Hoe is het allemaal begonnen? Heel simpel, ik kwam langs het gebouw en ik zag die vijver droog staan in 2010. En toen ben ik eens gaan bellen en toen kreeg ik het verhaal over algengroei. En de jaren daarna ben ik met een zekere regelmaat blijven bellen met Rijkswaterstaat. En steeds vragen hoe gaat het met de vijver. En wanneer is het opgelost? Elke keer kreeg ik het verhaal van de algengroei. Tot ik in 2020 op een website stuitte van een architect. En die architect die schreef op zijn website dat hij een nieuwe vijver mocht gaan bouwen voor Rijkswaterstaat. Omdat hij lek was. Toen dacht ik, lek? Toen ben ik eens gaan bellen met Rijkswaterstaat. Die wilde eigenlijk op geen enkele vraag antwoord geven. Of nauwelijks antwoord geven. En toen zijn we gaan bobben, zoals dat heet. Zijn we documenten gaan opvragen. Nou, dit is het resultaat. Leuk. Ja. Ik heb elke bladzijde heb ik bekeken, om eerlijk te zijn. En als je alles bestudeert, dan kom je tot maar één conclusie. Het ding is zo lekker als een mandje. En er is nog veel meer aan de hand. Er was nog veel meer aan de hand met dat gebouw. Dat heeft miljoenen gekost. Heb je het woord lek ook nog ergens gevonden in Zeker. Al deze papieren? Ja, nee, dat is gewoon een rapport. Nu vraag je iets te veel, maar ergens is een rapport waarin gewoon in staat dat die lek is. Constructiefouten zijn de oorzaak van de lekkages, staat in dat rapport. Oké. Je hebt ook eindelijk mensen voor de camera gekregen. Ja, dat had ook nogal wat voeten in de waarde, want dat wilden ze dus gewoon niet. 12 jaar lang hebben ze elk interview geweigerd. Rijkswaterstaat en het Rijksvastgoedbedrijf. En op een gegeven moment was er een procedure over deze documenten. Over de WOP-procedure. Ik had bezwaar gemaakt en dan mag je langskomen voor een hoorzitting. Dan mag je praten met juristen. Toen heb ik gezegd, het is goed, ik kom langs, maar ik neem wel mijn camera mee. En toen was het nogal paniek bij het Rijkswaterstaat en het Rijksvastgoedbedrijf. En toen hebben ze eigenlijk gezegd van nou, als je dat doet, worden we niet blij. Dus na die procedure mag je ons interviewen en dat is nu gebeurd. Juist. Is de kous hier ook nu mee af? Ja, eigenlijk is alles wel nu openbaar en gezegd. Ja. Maar onlangs heeft de minister vragen beantwoord van de Tweede Kamer, van de Partij voor de Dieren. En daar lees ik dingen in die ik niet helemaal... geloof, want als ik twijfel of het goede antwoord is, zo moet ik het zeggen. Ja. Dus ik ben nog één ding even aan het uitzoeken. En als daar wat uitkomt, hoor je binnenkort weer van me. Oké. Okay. En wat gaan we hiermee doen? Ik ga met kerst nog eens even een stukje lezen, denk ik. Ja, lekker gezien. Ja, heerlijk. Dankjewel, Mark.